Beste kijkers, vandaag zijn we te gast in Gutserraad bij de Schutterie. We gaan eens kijken wie ze dat in Duitsland doen. Bij ons is het Schuttersfeest en hier heb ze ook een Schuttersfeest. Hier is het Schutzenfest en bij het Schutzenfest hebben we dit jaar de Family Day en dat is eigenlijk ontstaan door een onderafdeling van de Schutzenbroederschaft. Dat is Gutsenraad voor jou. Dat is de jeugdafdeling van Gutsenraad, van de Schutzenfest. En we doen eigenlijk elk jaar met 1 mei doen we een feest. 1 mei is de feiertag of een vrije dag in Duitsland, waar we een groot evenement hebben waar heel veel toestellen staan voor kinderen waar ze kunnen spelen, zoals nu ook hier vandaag. De bedoeling is dat het allemaal heel erg vriendelijk qua prijzing is en de meeste attracties, eigenlijk alle attracties zijn vrij. Geen entreekosten, iedereen kan spelen wat hij wil. Er is genoeg eten en drinken, daar wordt een kleine vergoeding voor gevraagd. Het hele dorp helpt mee, er zijn heel veel vrijwilligers die dit doen. Iedereen bakt een taart, koffie en thee wordt hier aangeboden en natuurlijk een hele hoop eten en drinken. En allemaal voor een goed doel, voor het behoud van de dorpscultuur van Gutsenraad voor jou. Ja, dat houdt eigenlijk de mensen in het dorp ook heel dicht bij elkaar als ik dat zo bekijk. Ja, het is een hele, hele hechte gemeenschap. Ik woon hier nu zelf ruim 8 jaar. Er zijn hier meerdere Nederlanders en eigenlijk voelt iedereen zich wel heel erg thuis. Het is een hele gezellige cultuur, heel gezellig dorp. Dat is eigenlijk wat je bij ons in de dorpen veelal mist. Ja, dat is heel jammer. We hebben hier ook een tijd gehad dat het wat moeilijker was. Maar er zijn een aantal mensen geweest die initiatief gedaan hebben om toch ook voor de jeugd wat te doen. Want een Schutzenbroederschaft, een Schutzenfest is toch een beetje wat ouder publiek en wat oudere mensen. En daarom hebben we ook gezegd om toch te kijken dat er een beetje nachtboeks komt. Dus mensen er nabij komen. Hebben we een Gutsenraad voor jou als familie of als kinder alternatief opgericht. Waarom die kleurrijke klompen bij de intocht? Dit is het klompenbal. Dat is een feest van wat bij het Schutzenfeest hoort. En degene die de mooiste klompen heeft, die krijgt na die tijd een prijs. Die wordt uitgereikt aan degene die met de mooiste klompen. Dus dat is een van de feesten die erbij is. Daar ben ik in ieder geval niet. Voor de rest zijn hier alle attracties die zijn nu zijn nu aan de gang. De grote wassenbaan, roetje, een waterbaan. Kijk om je heen zou ik zeggen. Heel veel activiteiten. Kom hier naartoe. En als het dit jaar niet lukt, dan volgend jaar of met My Day. Dus het is hier 1,5 feest. Het is een feestdag voor de familie.